Cor Bos overleefde in de Tweede Wereldoorlog het concentratiekamp Neuengamme en een aantal buitenkampen. Politieagent Cor Bos werd samen met 16 collega's op 16 september 1944 gearresteerd in Den Haag vanwege sabotage. Hij komt via de concentratiekampen Amersfoort, Neuengamme, Meppen-Versen in april in het concentratiekamp Sandbostel terecht. Daar maakt hij de bevrijding mee. Een hele hoop gejuich. Net zoals je op een voetbalwedstrijd staat, zo'n doelpunt maken. Dat gejuich hoorde je van verder, hoorde je dat aanswellen. En toen zagen we een soldaat langs de prikkeldraad, aan de buitenkant van de prikkeldraad zagen we lopen. En die zwaaide naar ons. En dat was onze bevrijding. En toen zagen we zijn kamp, was een vrachtauto. Die kwam met pelkartoffelen, Duitse aardappelen, dan met schil. Die gooide dat in een kamp neer. Nou, iedereen kon net zoveel aardappels halen als ze wou. Dus, maar ja, er werd ook nog gevochten om de aardappels. Iedere gevangene ging op die aardappels af. Er was helemaal geleiding, er was helemaal niks. We zijn de dag erop zijn we het kamp uit gegaan, wat helemaal niet mocht, met Russen. Toen zijn we naar een boerderij gegaan, hebben een koe meegenomen. Met messen, die Russen hadden over die grote massa meegenomen, met die boer. Die boer ging hevig tekeer. Maar die koe hebben we geslacht en met touwen vastgebonden en hebben ze halen doorgesneden. Die Russen dronken dat bloed allemaal op. Die vonden dat heerlijk schijnbaar. Ondertussen heb ik met meerlui een barak gesloopt. Die stond al op instorten. Heel groot vuur gemaakt. Douma die wist dat, die had het ook gezien. Dat ik daarmee bezig was. En hebben stukken vlees opgegooid. En zo goed als kwaad ging, hebben dat vlees opgegeten. Er was helemaal nog geen leiding, er was helemaal niks. Dat heeft een paar dagen geduurd. En toen kwamen dan Engelse of Canadese troepen kwamen er binnen. En toen werden we allemaal gekeurd en dan kreeg je met houtskolen een zwart kruis op je hoofd. En dan bleek dat je tyfus had. Niemand wist wat dat betekende hoor, maar sommigen hadden het wel en sommigen hadden het niet. Ik had het ook. En dus nou, toen zijn we gewassen en alles. En, toen werden we dan in een kamer neergelegd. Toen bleek die dokters die kwamen. We kregen elke dag een pak een slof sigaretten. We kregen een boekje om Engels te leren, ja, bespottelijk gewoon. En toen bleek dat ik pleuris had en hebben ze in mijn longen, het littekentje kan je maar zien, hebben ze water en hebben mijn longen gezocht, die dokters dan. Nou ja, goed, we hadden tyfus. Ondertussen hebben ze allemaal uit die grote steden hebben ze meisjes opgehaald. En er was een meisje bij, dat was een verloofde van een zekere Oostendorp. Dat was een atleet, dat was een Hollands atleet. Dat was een SS'er trouwens. Dat was een hele goede hardloper samen met Oostendorp. Die hebben de Olympische Spelen van 36 ook meegedaan. Maar die was verloopt met die vent. Toen heeft ze een brief geschreven. En had ik die brief mee willen nemen in Holland, heb ik ook gedaan. Maar ik ben een stuk kwijtgeraakt. Een gedeelte van die brief heb ik nog steeds hier. Waar ze schrijft ook dat het 400 tot 500 mensen per dag stierven. En dat zij als meisjes opgehaald waren. Waren bijna van een jaar 4-25 zo. En dat ze het werk moesten doen. Mensen begraven en ons verzorgen. Dat grote vreugde van Canadese soldaten. Want die maakten prompt gebruik van die meisjes natuurlijk. Die gevangenen. Hoe heet dat? Nou, ben even de naam kwijt. Maar van zijn vrouw had een schaartje bij me. Dat was een schaartje dat je in elkaar kon steken. Dat was een heel eenvoudig dingetje. En toen vroeg hij bij mij als ik het als een vrouw wilde geven. Toen hij overleden. Ik zei dat prima. Dus ik heb dat schaartje, al die toestanden wat we al na de hand ook meegemaakt hebben nog, heb ik dat schaartje uiteindelijk mee in Holland kunnen krijgen. En hij woonde in het Zuiderpark in de Hulshofstraat. En daar ben ik bij zijn vrouw gehad. En die liepen niet binnen. Heel gek. En daar woonden in die straat woonden verschillende politiemensen die ik ook kende. En toen bleek dat die vrouw, die was helemaal fout. Die leefde met een andere vent, een Duitser. En
vermoedelijk heeft zijn rol gespeeld bij het verraad van de mensen van de overval van Archimedesstraat. Toen ben ik later nog een keer geweest en toen kwam ik daar in wel een huis en er zat een vreemde vent en het schaartje wilden ze niet hebben. Dus dat schaartje uiteindelijk heb ik aan een zoon gegeven, die is later ook bij de, na de oorlog bij de politie terechtgekomen. En zodoende is dat schaartje bij de familie terechtgekomen. En, nou goed, we kregen toen ontzettend veel eten, we kregen bussen fruit. Hoe je die bussen open moet maken, dat wist je niet, want een ding om open te maken was er niet bij. Dus je had wat team van die grote bussen met fruit staan en alle eten allemaal. En dan sloeg je met de steen proberen open te krijgen, of met messen. Als je eentje open had, dan had je weer wat eten. Maar goed, veel zin had je, roken deed ik helemaal niet. Dus, nou, dan werd je s'avonds op, werden we opgepakt en, door de Russen. En toen zijn we meegenomen naar Russen. Nou, toen zijn we van de ene kamp naar de andere kamp gesjouwd. Kampen werden na afloop werden in brand gestoken als je weer wegging. We hebben een maand rondgezworven. Van kastje naar de muur. Ik zal je straks wat laten zien. Ik kreeg na de oorlog, ja, je spreekt van de een en ander, kreeg een brief uit Polen. En daar zat een foto in. Ik zal je straks wel even laten zien. Van een gedenkteken met een begraafplaats. Maar daar stond geen naam op die brief, geen afzender, helemaal niks. En we wisten helemaal niet wat het was. Tot nog toe weet ik nog steeds niet waar het was. En er staan er Hollanders ook op, er staan er zoveel Russen. Ik zal straks wel even laten zien. Maar waar we allemaal gezeten hebben, ik weet het niet. We hebben bij Russen gezeten. Er waren Russische vrouwelijke agenten, die kwamen s'avonds aan je bed zitten zingen. Hield die hand vast. Nou, onbeschrijfelijk was dat. Ondertussen hebben we contact gehad in het begin met de heer Boer, hoort u zo. Cor Bos doelt op Pim Poelaert, die tijdens de oorlog zelf gevangen zat in Dachau. Na de bevrijding zette hij zich in voor de repatriëring van Nederlandse concentratiekampgevangenen vanuit Duitsland. Nou, die heeft toen daar contact mee gehad. Die heeft een brief naar mijn verloren gestuurd in Den Haag, dat ik dan leefde. En dat we hopen dat de spoor mogelijk dat we weer naar Holland zouden gaan. Die brief heb ik nog en ondertekend allemaal. En er lag een brief van die Boerhagen, dat hij mij gesproken had met verzoek dat ze brieven kon sturen naar Neuengamme. Nou, toen heeft ze brieven gestuurd, twee keer een brief. En die zijn er aangekomen, maar toen was ik er niet meer. En ik weet dat je dat verhaal eerder gehoord hebt, maar die brieven zijn in Ravensbrück terechtgekomen. Waar de hele administratie van de Neuengamme allemaal naartoe is gegaan. En die zijn na 70 jaar zijn ze opgedoken. En die heb ik in mijn handen weer gekregen via de heer Dam. En tot mijn grote spijt ben ik die kwijtgeraakt. Nou, daar hebben we een tijdje rondgezworven, waar we allemaal geweest zijn, weet ik niet, geen idee. Tot een gegeven moment kwam er Canadese ambulance, twee, met een stuk of drie vrachtwagens. Maar op een gegeven moment zijn we dan door die lui teruggebracht. Hebben we een dag of drie, vier moeten rijden naar Nederland toe. En begin juli ben ik in het ziekenhuis gekomen in Groningen. En het actiefis en pleuris en... Maar goed, dus zijn we dan in Groningen terechtgekomen. Nou, toen kwam in de hemel terecht natuurlijk. We zijn met z'n achten in het ziekenhuis terechtgekomen. Ja, daar zag ik mijn verloren weer terug, met mijn vader samen. En die mocht aan de buitenkant wat eruit staan. Die hadden dan via Flip Dauba, die veel eerder thuis was, hadden ze vernomen dat waar ik zat dan nog steeds. En zodoende waren ze erachter gekomen dat ik in Groningen zat. Nou ja, toen werd ik geregeld de familie bezocht natuurlijk. Weer allemaal de buitenkant van de ruit, totdat we tyfus vrij waren. Toen mochten we dan naar buiten doen. U zag het door het raam. Jullie kijken naar elkaar door ja, het raam. Ja. En de rest, er waren 37 mensen totaal. Die zijn in een school opgevangen, doodhospitaal. Van Tevel ook. Nou, die was heel slecht aan toe. Nou, we hebben een paar maanden in het ziekenhuis geleverd. We kregen volop voeding. Ik was 68 pond, 34 kilo terugkwam.
En we kregen daar volop te eten, de hele dag door eten. Ik heb het besteed om één dag 11 pond te groeien, één week. Dat is onvoorstelbaar, maar het is gebeurd. Van die 8 man is er eentje gestorven. Dat was een jongen uit Limburg. Goede verzetstrijder, die had vliegers weggebracht, enzovoort. En heel klein ventje, dat was zo hoog, misschien dat hij 65 was. Ongelooflijk dat hij er doorgekomen is. Ook zwaar ziek en grauwdog. En te vroeg was er een of andere manier, was er koninginnedag of zo, weet ik niet meer. Was er vuurwerk en te vroeg hij, als hij bij het raam mocht liggen, dat hij het vuurwerk nog kon zien. Nou, dat hebben die verpleegsters hebben dat gedaan met vuurwerk en onder het vuurwerk is hij gestorven. Nou was die hele verpleging, er waren 15 meisjes, die hadden zich vrijwillig opgegeven, want die mochten die barak niet uit, met één hoofdverpleegster. En die is al die tijd verzorgd hebben, want die meisjes mochten de barakken hebben, dat was allemaal tyfus natuurlijk. Hè. Dat was een hele aparte afdeling van het ziekenhuis in Groningen, een glazen barak heette dat. En daar zat er in. Niemand mocht erin. Mijn verloven die later kwam, mijn vader, die mocht allemaal buiten blijven. En die hebben ze al die tijd hebben die verzorgd. 3 van die meisjes hebben jongens getrouwd uit Limburg, ook wel leuk. Maar hij is daar gestorven, die jongen. En die moest naar Limburg toe. Maar dat kostte 500 gulden. En niemand kon dat betalen. Nog het Rode Kruis betalen, nog een Nederlandse regering. Die gaf geen cent. En toen hebben ze uiteindelijk in het dorpje, Heerle Heide daar, heeft de pastoor die heeft de kerkdienst gehouden. En toen hebben ze geld bij elkaar gekregen. Toen is hij met een auto naar Limburg gebracht. En is hij met groot vertoon, met de schutterij en alles erbij. Heb ik later nog een bidprentje van gehad. Is hij daar begraven. En, met de rest is hij toen goed doorgekomen. Er was eentje bij uit Arnhem. En die had zich een uitdaging gegeven voor Jehovah getuigen. En ik heb voor Jehovah heb ik ontzettend diep respect, die mensen. Want die, als die hun geloof afzwoeren, dan werden ze vrijgelaten. En die ging op een gegeven moment, dat was in Versal, toen zwoerde hij zijn geloof af. En toen zou hij dan vrijgelaten worden. Toen werd hij opgehaald door de Duitse militairen. En toen is hij naar Berlijn gegaan om papieren te halen. Gewoon met begeleiding van die ene soldaat. Ze hebben gegeten en ze hebben nog overal gezeten. Maar toen werd hij naar Neuengamme teruggebracht. En toen zei de commandant van Neuengamme, niks mee te maken, je blijft hier. Dus die kwam ook hetzelfde transport terecht. Die heeft de oorlog overleefd. Misschien zegt hij nou met iets. Hij is later aan het verzorgen geloof ik. Maar die op zo'n manier is hij weer doorgekomen. Hij had een in Arnhem, hij was inwoner van Arnhem en die moest hij vluchten toen met die gevechten in Arnhem. Hij had een stomerij en een wasserij in Arnhem. Maar toen kwam hij in Putten terecht, had hij de pech dat hij in Putten terecht kwam. Er was een jongen in Groningen. En die zat gevangen in Utrecht. Toen werd hij vrijgelaten en die moest lopen er terug naar Groningen. Die kwam in Putten terecht en prompt maakte een gevalletje Putten mee. En die is dus over het hele verhaal van Putten en ook allemaal meegemaakt. Na de oorlog is die jongen helemaal de kluts kwijtgeraakt. Hij kwam op een gegeven moment bij me thuis en hij zat zonder geld en alles, had geen kleren. Die heeft nog een jasje van mij gehad en mijn vrouw gaf me 25 gulden mee. En toen was hij verdwenen. En toen bleek hij na de hand dat dit bij andere jongens ook gedaan had. En toen was hij in Amsterdam geweest. En toen hebben we gelukkig nog een paar weken waarschuwing. Toen ben ik gaan liften naar Groningen. Toen is hij gearresteerd in Groningen. En hij was helemaal de kust kwijt, helemaal tussenuit. Hele fijne ouders, die zat te huilen. Het is heel droef afgelopen met die jongen, maar goed, een ander verhaal weer. Maar die jongen van dubbelpech, die kwam lopend in Putten terecht en de wegen gearresteerd. En die kwam van de ene gevangene van de andere gevangene terecht. Maar goed, wij zijn heel goed behandeld. En we hebben een tijd in het ziekenhuis gelegen. Ja, dan moet je wel leren lopen en alles. Het was een heel dik gedrocht, het was allemaal opgezwollen en dik natuurlijk allemaal. Nou, toen moest ik leren lopen aan de hand van mijn vrouw, dan verloofde dan. Mocht je weer buiten de lopen leren en toen wou ik naar huis.
Ik mocht verder niet naar huis, maar ik was het zat daar. Ik dacht, ik moet zien dat je wegkomt. Nou, dan mocht ik naar huis, maar moesten we wel onder dochtersbehandeling stellen. Nou, toen kwam ik in Harlingen aan en bij mijn vader thuis. En dan kwam bij het zat, ik zei, ja, ik wou eigenlijk rijst en pap eten. Ja, zei die dokter, ik heb geen rijst. Je zal dat gewoon moeten eten, zei die, want ik heb het niet. Ik kan je niet helpen. Nou, dat ging niet door. Nou, dan ben ik naar Den Haag teruggegaan. En dan werd ik op het hoofdbureau ontvangen en, door de officieren van de Engelse Intelligent Service, de hele verhaal zitten vertellen en alles. Nou, toen ziek naar huis gestuurd, met ontzettende buikpijn steeds. Nou, dat bleek naderhand dat er een stuk darm aangetast was. Dat hebben ze dan geopereerd en toen was het ernstig geleden. Nou ja, en toen zijn we in 1945 zijn we bij de politie begonnen. Cor Bos heeft de rest van zijn werkzame leven bij de politie gewerkt. Over zijn tijd in de concentratiekampen sprak hij lange tijd nauwelijks of niet.